En opeens horen we vandaag de dag volop het woord quarantaine, alsof het een nieuw begrip is. Thuisquarantaine, zelfquarantaine, quarantaine in het ziekenhuis. Maar zo nieuw is het woord quarantaine helemaal niet. We komen het door heel de geschiedenis tegen en we komen het ook tegen in de Bijbel. In de Bijbel heeft quarantaine steeds te maken met onreinheid. Als je onrein bent, kan je even tijdelijk geen onderdeel zijn van de geloofsgemeenschap, van de leefgemeenschap. Totdat de reinheid weer hersteld is. Het herstel van die reinheid is gewoonlijk gemarkeerd met een liturgische handeling. Een ritueel bad, een offer in de tempel. De Bijbel kent drie oorzaken van onreinheid. De eerste oorzaak is dat je een dode hebt aangeraakt, een gestorven persoon. Maar het geldt ook voor dode dieren. De tweede oorzaak is dat onreinheid komt als het gevolg van allerlei lichaamsvochten die met de voortplanting te maken hebben. En de derde vorm van onreinheid, en daar gaat onze aandacht nu speciaal naar uit, is melaatsheid. Doordat je melaats bent, kom je buiten de geloofsgemeenschap terecht, moet je buiten de leefgemeenschap wonen. Zodat de melaatsheid voorbij is, dan kan de priester vaststellen dat je weer rein bent. En dan krijg je weer toegang, hetzij tot het kamp, tijdens de tochten door de woestijn. Hetzij tot de stad, wanneer het volk eenmaal in het land vol belofte is. En heb je weer toegang tot het huis des Heeren. In het Hebreeuws wordt het woord tsaraat gebruikt voor melaatsheid. Dat wil zeggen, wij vertalen het traditioneel zo. Maar eigenlijk weten we niet wat de exacte betekenis van het woord is. De nieuwe Bijbelvertaling, ik kies daarom voor een ander woord om even weg te zijn uit die traditionele vanzelfsprekendheid en vertaal met huidvraat. En vermoedelijk gaat het over een vorm van huideczeem, maar die discussies daarover zijn nog steeds gaande. Ik denk dat het meest bekende Bijbelverhaal over melaatsen in hoofdstuk 17 van het Lucas-evangelie staat. We horen daar over een groep van 10 melaatsen die bij Jezus komt. En Jezus geneest hen en stuurt dan conform de wet van Mozes naar Jeruzalem, naar de priesters, die hun reinheid kunnen vaststellen en dan kunnen ze een offer brengen in de tempel. En van deze 10 keert er maar 1 terug naar Jezus om zijn dankbaarheid te tonen. Het spannende aan dit verhaal is dat we een groep van 10 mensen hebben. En 10 is in de Bijbel, in het Jodendom, de minimale omvang van een groep dat liturgie zou kunnen vieren. Maar ja, dat kunnen ze niet, want ze zijn onrein. Maar als er maar 1 terugkomt, dan is je weliswaar rein en zou daardoor dus toegang kunnen hebben tot de geloofsgemeenschap en de liturgie, maar niet met z'n 10. De vraag is dan natuurlijk, kan deze ene persoon, rein geworden, nu wel liturgie vieren in Jezus? Melaatsheid, onreinheid daardoor, komt in de Bijbel heel vaak voor. Maar we hebben maar heel weinig personen die met naam en toenaam worden genoemd als degene die lijden van melaatsheid. Buiten het volk Israël is dan Naaman. Binnen het volk Israël hebben er maar 2, Mirjam en koning Uzia. Mirjam, de zus van Mozes, uit samen met haar broer Aaron kritiek op Mozes, hoe hij leider is van het volk Gods tijdens de woestijntocht. We kunnen daarover lezen in Numeri hoofdstuk 12. God is blijkbaar toch niet helemaal eens met haar kritiek en opeens is ze melaats. Ze moet buiten het kamp verblijven, maar het volk blijft keurig wachten totdat die reinheid weer is hersteld en Mirjam weer onderdeel is van het volk en dan trekt iedereen gezamenlijk verder op weg naar het beloofde land. Uzia wordt ook verteld dat hij melaats is. Waarom? De boeken koningen zwijgen daarover. Maar de boeken kronieken suggereren dat het komt omdat hij naar de tempel is gegaan en daar wierook wilde branden. Maar wierook branden is een taak van de priesters, dat had hij niet mogen doen. En dat hij daarom melaats zou zijn geworden. We lezen dat in het tweede boek kronieken, hoofdstuk 26. De boeken kronieken herschrijven de tijd van de monarchie, maar nu vanuit het perspectief van de terugkomst uit de ballingschap. En willen dus eigenlijk een antwoord zoeken op de vraag, waarom is het zo fout gegaan? En mogelijk wijzen dat dat de reden is
dat zij een relatie suggereren tussen het niet mogen branden van de wierook en het melaats worden van koning Uzia. Uzia verblijft in een afzonderlijk huis buiten de stad. Het is belangrijk om te zien dat onreinheid en zondigheid in de Bijbel twee verschillende zaken zijn. De Bijbel is heel erg terughoudend om een ziekte, bijvoorbeeld melaatsheid, waarvan je onrein wordt, en zondigheid aan elkaar te koppelen. Ik lees op internet heel veel tegenwoordig over COVID-19 als een straf van God. Maar dat is een idee waardoor je de Bijbel niet in meekrijgt. Want zelfs voor Mirjam en koning Uzia, stel dat het gaat over iets wat problematisch zou zijn geweest in hun gedrag, er blijven twee zeer gewaardeerde Bijbelse figuren. Mirjam, die een belangrijke rol speelt in het leven van Mozes en in de redding van Mozes als hij in zijn arretje dobbert op de Nijl. En we zien ook de populariteit van Mirjam in het feit dat de moeder van Jezus ook zo heet, Mirjam, Maria. En koning Uzia, een van de weinige koningen waar de Bijbel positief over spreekt. Je hoort steeds als refrein dat een koning slecht is en dat je dezelfde slechte weg voortgaat als zijn vaderen. Maar niet bij koning Uzia. Mirjam, Uzia, die melaats is, moet in quarantaine. Hoe lang die quarantaine duurt, dat is van geval tot geval verschillend. Bij Mirjam is het 7 dagen, bij Uzia helaas de rest van zijn leven. Ons woord quarantaine suggereert dat het een periode is van 40 dagen. En quarantaine komt van het Frans woord quarante, dat 40 betekent. En in zekere zin zou je kunnen zeggen dat quarantaine daarmee een alternatieve 40 dagen tijd is. Het mooie daarvan is, en dat is ook de bedoeling in de Bijbel, quarantaine is tijdelijk. Dat is waar het om gaat. Het is de bedoeling dat iemand door de quarantaine heen komt. En dat is ook bij de 40 dagen tijd het geval, want die wordt opgevolgd door de paastijd. Daarom hopen wij dat iedereen die nu in quarantaine moet zijn, dat hij inderdaad over de quarantaine heen komt en van een paastijd, een hersteltijd, mag bereiken.